Welkom aan boord van de Honda e:Ny1, een auto die de afgelopen week is gereden door... Hans Kiele. Ja, Hans, welkom aan boord op de bijrijderstoel. Hoe is de auto bevallen de afgelopen week? De auto is mij boven verwachting goed bevallen. Kijk, dat is goed om te horen. Ja. Ik vond het een sportieve auto, toen ik hem zag van de buitenkant al. Mm-hmm. Echt een sportieve SUV. Maar ook de rij-eigenschappen vond ik heel positief. Verrassend eigenlijk wel, had ik niet verwacht. Oké, en dan ook het vermogen? Het vermogen, de acceleratie, dat soort zaken. Oké, dat is allemaal goed bevallen. Ja. Oké, en even nieuwsgierig, wat is het referentiekader? Wat voor auto heb je zelf? Ja, nee, momenteel juist geen auto. Ik ben net in Amsterdam komen wonen, had je centrum. Dan is een auto niet echt handig, maar ik ga hem toch wel een beetje missen. Referentiekader, ik heb jarenlang BMW gereden, diesels. Mm-hmm. Vervuilend. Enige sportiviteit wel gewend dus. Dat zeker, ja. En ook wel acceleratievermogen, sportiviteit inderdaad, sportief rijden. En ik heb wel het laatste jaar in een elektrische auto, 100% elektrisch gereden. Dat was een Nissan, wat is het type ook alweer? Leaf? De Leaf inderdaad, ja. Okay. Qua luxe en qua sportiviteit vind ik de Honda echt wel vind ik niet te vergelijken met de Nissan Leaf, laat ik het zo zeggen. Nee, het is wel een upgrade. Het is wel echt een upgrade. Ja, precies. Qua schermen, qua informatie, qua mogelijkheden, qua accessoires. Dat is wel ook allemaal goed bevallen qua werking en bediening? Dat werkte redelijk intuïtief allemaal. Kijk, ja. Ook ja. Goed om te horen. Snelle koppeling ook, draadloos met de telefoon. Ik heb toch met name veel mijn eigen navigatie gebruikt van mijn telefoon. Apple CarPlay? Of... Via Apple CarPlay. Ja. Ook die koppeling ging heel soepel trouwens. Mm-hmm. Ook draadloos. Ja. In de Nissan Leaf kan het ook draadloos, dat gaf nog wel eens problemen. Mm-hmm. En hier was het in één keer goed en dat is heel erg fijn. En het vond ik wel fijn om mijn eigen navigatie te gebruiken, want ik vond de navigatie van de ingebouwde navigatie niet zo heel erg goed. Hoe is de 360 graden camera bevallen? Want ik merk al, ik reed zojuist hier door de smalle straatjes en ik had zoiets van, nou, ik schakel die camera maar eens even in met één druk op de knop. Ik vond het heel fijn. Dat snap ik. Oké. Ja, nee, ook met het parkeren, inderdaad de nauwe straatjes. Soms inderdaad heb je 10 centimeter aan de ene kant, 10 centimeter aan de andere kant. En dan schat je het een beetje in en meestal gaat het goed. Maar als je dan een ondersteuning hebt van, met de camera's, geeft dat een extra stukje veiligheid. Dan krijg je die visuele bevestiging ook erbij. Ja. Hoeveel kilometer heb je ongeveer met de auto gereden? Ik heb dat bijgehouden, het is alweer even geleden. Ik zat iets rond 13 of 1400 of zo. Oh, dat is best wat. Ja. Dat is behoorlijk wat. Ja, het was een duurtest, hè? Ja, absoluut. 13, 1400 kilometer is best veel. Ja. En hoe heb je de auto opgeladen? Ik heb geparkeerd hier in een parkeergarage in Amsterdam in het centrum. En daar zaten oplaadpunten bij, ja. Snelle oplaadpunten ook. Dus daar heb ik opgeladen. Ik heb één keer snel geladen bij zo'n snellaadpunt langs de kant van de weg. En ook dat ging heel soepel en snel. Ik vond het echt verbaasd hoe snel dat ging. Ik heb denk ik 5 minuten even bijgetankt. Ja, en dat is al voldoende. Ik ging een koffie halen, maar ik kwam terug en hij had al hoeveel kilowatt? Ik denk iets van, voldoende. Ik had iets van 15 kilowatt of zo bij kunnen tanken. Oh, kijk, 15 kilowatt erbij. Dan. Dat zou dan bij wijze van spreken alweer 75 of 100 kilowatt. Exact, dus ruim genoeg om weer thuis te komen. Ja. Hoe is het interieur bevallen? Zitcomfort van de auto bijvoorbeeld? Ja, fijn. Ik heb er dus, wat ik zei, veel in gereden. Ja. Dus ook lang in die stoel gezeten. En ik dacht in het begin, hè, als je dan de auto meekrijgt, dan krijg je uitleggen over hoe alles werkt. En dat de stoel verder eigenlijk niet is in te stellen qua lendensteunen en zo. Dat was ik van de Nissan heeft dat trouwens niet. Maar... Nee, hij heeft een speciale lendensteun ingebouwd in de rugleuning. Exact, ja, dat was zoiets hoorde ik. Ik dacht, nou, dan moet ik kijken hoe dat werkt. Want ik was van BMW gewend, dan gaan die lendensteunen, die vouwen bijna om je heen. Ja, hou die vast. En dat zit wel heel erg lekker. Helemaal als je met hoge snelheid de bochten gaat en zo, dan ben je gewoon niet van je stoel af te krijgen. Nee, precies. Maar het viel mij hartstikke mee. Ik heb geen goede stoelen gehad. Goede stoelen, ja. Oké, dus dat is ook allemaal wel erg goed bevallen. Dat is heel goed bevallen inderdaad. Je flinke ruimte achterin ook nog. Heb ik niet hoeven te gebruiken, maar wel even gezien natuurlijk. Het is toch prettig als er is. Exact. Als we nou een negatief punt en een positief punt van de e:Ny1 moeten benoemen. En we starten met het negatief om af te sluiten met iets positiefs. Wat zou het dan moeten zijn? Het negatieve. Ik moest wel echt even zoeken. Dus dat is op zich een goed teken. Dat is natuurlijk. Het zijn hele kleine dingen als de koffiehouder. Ja. En het andere ding, dat is misschien ook wat ver gezocht, maar dat vond ik toch wel lastig. Dat er geen op het scherm, geen, of op het dashboard überhaupt, geen volumeknop zit. Een fysieke volumeknop. En het positieve? Het positieve, nou, dat begonnen we eigenlijk al mee. Dat is een beetje het sportieve van de auto. Het rijgedrag, ook de wegligging. Waarschijnlijk ook door dat zware accupakket wat laag zwaartepunt. Ja.
En dat, heb ik, dat hebben misschien meerdere elektrische auto's, maar bij de Leaf heb ik het anders ervaren. Die is toch wat minder direct. Het stuurgedrag is goed van deze auto, de wegligging is laag, hij accelereert snel. Dus dat vond ik, en sportief rijden is gewoon, dat kan je in deze auto. En dat vond ik ook wel qua uiterlijk van de auto. Het is in principe een gezins-SUV, maar dat is ook, het rijdt sportief. Staat die op je lijstje? Ik heb er wel serieus overwogen. Ik heb wel gekeken naar de aanschafprijs. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dat wel een goed teken is. Ja. Dat is een goed teken. Nou, Hans, hartstikke bedankt voor je feedback, om je ervaringen met ons te delen over de Honda e:n1. Ik zou ook zeggen tegen iedereen, download het EV duurtestrapport met onder andere Hans zijn op- en aanmerkingen. Ja, Cor, je hebt afgelopen week met deze Honda gereden. Je rijdt normaal gezien in een Mazda CX-30. Dat is een benzineauto. Hoe is het afgelopen week gegaan? Nou, het is mijn eerste kennismaking geweest met een elektrische auto. En afgelopen week heb ik zo'n ruim 600 kilometer in deze auto gereden. En dat is heel goed bevallen. Kijk, dat is goed om te horen. Ja, want even om de situatie te scheppen. Ik zag dat er sprake is van een eigen oprit, maar je hebt hem niet thuis kunnen laden, want geen laadpaal. Nee. En ik heb begrepen dat je hem hebt opgeladen bij een snellader onder andere. Ja, ik heb gebruik gemaakt van een snellader om dus daar mijn eerste ervaringen wat betreft laden ook te krijgen. Ik zag aan het gemiddeld verbruik, je zit op 19 kWh per 100 km. En dat is toch ook inclusief wat je al zei, een snelwegrit na 7 uur 's avonds. Dus met dit gemiddelde energieverbruik kom je in de praktijk toch wel 320, 330 km ver. Ja, het zal ook sterk afhankelijk zijn van je rijstijl natuurlijk ook. Hè? Uiteraard. Maar dat is wel goed gegaan verder dus. Ja, ik denk dat ik een rustige rijder ben. Dus, dat verbruik je, dat hou je dan wel in de hand. Ja, absoluut. Maar met dit kilometrage zou u in principe wel gewoon prima uw jaarlijkse kilometers kunnen volbrengen. Ja, zo jaarlijks natuurlijk wel. Alhoewel je natuurlijk, als je net eens naar Italië op vakantie gaat, dan vraagt het wel denk ik wat voorbereiding om te kijken van waar ga ik laden. Wat vond u verder van de auto qua rijden? Qua rijden zeg ik prima. Het optrekken is natuurlijk bijzonder, een elektrische auto. Dat gaat zo soepel, zo snel. Ook bij als je stilgestaan hebt en je gaat weer rijden, dat gaat heel makkelijk allemaal. Hij gaat echt geleidelijk aan. De wegligging ook, het sturen ook direct gevolg. In bocht ook goed meegaan. Het is, op geen enkel moment dat je moet corrigeren of doen. Het gaat allemaal heel soepel. En wat vond u van het interieur, het zitcomfort bijvoorbeeld, zitpositie? Nou, de zitpositie kun je dus heel goed zelf instellen met de elektrische mogelijkheden die er zitten bij de bestuurdersstoel. En de stoel op zich, ook op de wat langere rit die ik gemaakt heb, was gewoon comfortabel. Ja, want even om het beeld te scheppen, u bent wel wat langer, hè? Ik ben wat langer, ja. Maar dat, het was even goed instellen natuurlijk, ook met het instappen. Maar daar heb je weer het voordeel ook van, dat de deuren die gaan bijna 90% tot 90% open. Je hebt een hele ruime instap ook. Ja, precies. Kijk, ook goed om te horen. En het grote, niet te vermijden, 15-inch scherm. Ja, ik vind het goed. Alleen natuurlijk als je daarmee bezig gaat tijdens het rijden, dat is natuurlijk weer... Ja, dan kan het soms averechts werken, ja. Hè? Het leidt natuurlijk in zich heel een beetje af, zou je kunnen zeggen. Zeker in het begin als je met zo'n auto rijdt, dan vraag je wel eens af, wat is dat allemaal? Kijk, dit is ook heel overzichtelijk. Hè? Ja, ik schakel hem expres even in, die 360 graden camera. Ja. Dat is wel heel prettig, hè? Ja. Heel goed. En ik begrijp... En heel scherp ook. Ja, hij is haarscherp. Ja, absoluut. Ja. Ik begrijp ook dat u de automatische inparkeerfunctie heeft geprobeerd. Ja. Met assistentie bij de garage lukte het heel mooi.
Maar daarna heb ik het nog zelf geprobeerd. Maar toen ging het niet goed. Hij parkeerde hem wel heel netjes, maar hij gebruikte wel twee vakken in plaats van één. Ja, precies. Nou, ik zie ook dat hij Android Auto of Apple CarPlay heeft gebruikt. Ja. Op een draadloze manier zie ik ook. Ja, want hij krijgt keurig berichtjes binnen. Ja. Er zou ook wel heel veel profijt van gehad. Ja. Dat werkt heel goed. Hoe vindt u de bediening zo van dit scherm nou bijvoorbeeld tegen de vaste bedieningsknop van de Mazda? Vindt u dan zo'n touchscreen fijner? Ja, dit werkt. Vooral met name bij de navigatie. Dat hij hier makkelijker, want bij de Mazda zit je te draaien en te doen. Ja, dat duurt veel langer, hè? Het duurt veel langer, precies. Inderdaad. Precies. Ja. Wat vond u verder van de ruimte aan boord? Tweede zitrij bijvoorbeeld, de kofferbak? Nou, ik heb achterin ook gezeten en met mijn lengte en alles, dan is er keurige beenruimte nog over in deze auto. En ook qua plafond. Hè, dat komt mede doordat natuurlijk het zonnendak achter iets anders van constructie is als hiervoor. Dus daardoor hebben ze het wat hoger kunnen houden. De achterlaadruimte, als ik hem vergelijk met de eigen auto, dan is die ongeveer even ruim. En met precies zelfs bij de CX-30. Is ook een directe concurrent, dus dat is op zich wel netjes dan. Ik heb nog even uitgetest met mijn golftas die erin paste, maar dat ging op dezelfde manier als bij de CX-30. Kijk. En ruimte, hè, het zicht, mooi, het zicht grote spiegels. En, precies. Ja, dat is heel goed. Nou, dan kunnen we toch wel concluderen dat het dus eigenlijk heel goed is gegaan. Voor de allereerste keer elektrisch. Heel goed, maar, wil ik zeggen, luister, het geluid rondom. Vind ik. Ik heb met mijn zoon gisteren nog in, die heeft een Tristar. Ja. En dat is veel minder geluid dan van deze. Ja, precies. En wat nou is echt de uitblinker geweest de afgelopen testperiode? Dat is even, nou, dat vond ik wel echt heel fijn. Het rijden op zich, het sturen, het volgen, gewoon heel, heel fijn. De zitten, Dus gewoon als auto. Gewoon qua rijcomfort is dat echt allemaal heel goed bevallen. Ja. Nou goed, Cor, hartstikke bedankt voor je feedback over de Honda e:Ny1. Ik denk dat alle downloaders van het EV-duurtestrapport en de bekijkers van deze video er heel veel aan gaan hebben. Dankjewel. Graag gedaan. Doei. Mm-hmm.